Enkele bezorgde moeders hebben vandaag een petitie ingediend bij het kabinet van de president en de Nationale Assemblée. Ze vragen dringende aandacht voor de situatie bij de neonatale intensive care unit van het AZP, waar enkele pasgeborenen die dringende intensieve zorg nodig hadden, zijn overleden. Initiatiefnemer Sowina Edam zegt dat de groep moeders de regering aandacht vraagt om ervoor te zorgen dat het overlijden van baby's door problemen op de afdeling niet meer voorkomt. De NICU-pupu die hebben we in het AZP, die huilt al jaren. Die geeft al jaar en dag aan dat ze met problemen zitten. Het is nou tekort aan materiaal, tekort aan personeel, tekort aan medicatie, noem maar op. We weten dat. Zo is het ons gezegd, of ja, het was te lezen ergens dat het aangepakt wordt, was in 2021. We waren een beetje gerustgesteld, het komt ergens goed. Tot wij 15 juli jongsleden weer hebben mogen zien dat er weer een kindje is heen gegaan. Daarna nog eentje waarbij er keizersnee toegepast zou worden en het niet eens toegepast is geworden. Dat kindje kwam te overleden in die moeders buik. Dit alles heeft ons eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, emotioneel gemaakt dan we al waren. Toch? Dit alles heeft eigenlijk alarm geslagen dat wij als vrouwen, toekomstige moeders, moeten gillen, moeten vragen om hulp. De vrouwen zijn leden van stichting Baby Mamas Club en de sociale mediagroepen Ladies Talk en Team Mama. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat er ook artsen uit de Filipijnen komen om de NICU-afdeling van het AZP te versterken. Laat me aangeven dat de situatie van NICU alle aandacht heeft, hoogste prioriteit. Net voor u kwam zocht ik nog een document, want we hebben inmiddels een goedkeuring verleend voor het aantrekken van 5 externe NICU-verpleegkundigen, omdat die niet in Suriname beschikbaar zijn. We hebben wel gemerkt dat er een trek is van verpleegkundigen naar het buitenland. Dat de uitstroom, heb ik gezegd, is groter dan die instroom. We hebben ook de berichten gehoord. Kijk, laat me alvast één zeggen. Er wordt een idee, er is een idee, er leeft een bepaalde gedachte. En je merkt het ook bij de verschillende protestacties en manifestaties dat dit wordt genoemd. Ik vind het heel jammer dat met het leed van ouders slogans worden ingezet om een bepaalde sfeer te creëren. De minister zegt dat hij afgelopen zondag met de First Lady naar het AZP is geweest om aandacht te besteden aan de problemen op de NICU-afdeling.